welkom bij een nieuwe vlog. Ik zie er dit keer nog slechter uit dan de vorige keer, maar goed, dat maakt niet uit. Wij gaan vandaag naar Plopsaland en ik heb weer haast. Dit keer niet door Vieco, maar echt door mezelf. Evelien, nee, papa moet even je stoeltje pakken. Even wachten. Oké. En ja, dus zo ben jullie terug. Ik zal even snel laten zien wat ik aan heb. Jasje van Tommy. Een colletje van de Zeeman. Broek is van de H&M. En deze, zo, kijk meteen. Espadrilles van Tommy ook. We zijn aangekomen in Hasselt. Ja, Iris is lekker aan het lachen. Venio is er ook. Die is meegereden met mijn broertje. Moet die open? Je haren zitten weer lekker wild. Heb je er zin in? Ja. Ja? Laat maar liggen, Eve. Laat maar liggen. Doe maar op de grond gooien. Doe maar gooien. Nee! Ja! Dat is lief. Gaan we die kant op? Kijk daar, zo zijn ze. Het was een hele gezellige dag. We waren er niet heel zo... Wow, ik kom niet eens uit mijn woorden. We waren er niet zo heel lang. Maar het was net genoeg, zeg maar. Voor die kleintjes. Want we waren niet naar Plopsaland zelf, maar naar Indoor. En ja, kijk maar hier. Het resultaat. Ze heeft wel een gordel aan, maar ze doet de handen telkens eruit. Helemaal uitgeteld. Ik film trouwens met mijn eigen telefoon. Slechtere kwaliteit dan die van Vieco, want Vieco is boos, want mijn bank was kwijtgeraakt. Je wilt het vertellen, toch? Ja, vertel ja. Dan. Vertel dan. Nee, waarom zeg je het dan? Kijk normaal, hè? Kijk normaal. Is lekker. Het is ondertussen alweer de volgende dag. Ik kom zo terug. Ik ga even kijken wat mijn kind aan de hand is. Volgende dag. We hebben net lekker ontbeten met z'n allen. Ik heb nog even ballonnetjes gemaakt voor een plantje die ze zo te op komt halen. Die ga ik even laten zien. Straks even snel naar de Action. Dan ga ik eindelijk mijn lampplankjes. Die ik al weken heb liggen. Schilderen. Hou je wel, man! Hey. Zo irritant. Dus ga naar de Action. En dan neem ik jullie nog even mee. Want volgens mij is het een hele korte vlog anders. Ik zal het even laten zien. 2x5.
Met goud, met een blauw. Voor een baby shoutje volgens mij. Lekker zormen. Nou, het is weer een chaotische vlog. Ik ga nu even met mijn schoonmoeder en de kinderen naar de Jumbo. Ik ga niet veel meer doen vandaag. Maar ik ga de vlog nog niet afsluiten, want ik wil jullie wel het resultaat van de sarma laten zien natuurlijk. Ik wil nog vertellen natuurlijk hoe ik via Ecosopbank was kwijt was geraakt. We gingen eten in het Plopsaland. En ik had die bank pas, had ik zeg maar op zo'n dienblad gezet. En daarna zijn we weggelopen, heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Om de bankpas in mijn portemonnee te doen. En toen we aan het einde van de dag dat kaartje van de auto moesten betalen. Toen kwam ik erachter van shit. Ja, dat was het eigenlijk. Mijn hoofd wordt steeds boller. Is niet normaal. Ik moet echt weer op dieet hoor. Het is vanaf vorige week zaterdag is het helemaal fout gegaan. Afgelopen zaterdag dus gewoon. En ik loop weer onzin, maar goed. That's it. Ik ga nu even naar de winkel dan. En ik weet glad niet meer waar er deze vlog allemaal over gaat hoor. Ik weet het echt niet meer. Het is zo chaotisch hoor. Maar ja. That's who I am. And if you like it, kijk het. En if you don't like it, swipe it of zo. Want ik dwing niemand op te kijken naar mij. Dus. En de mensen die vinden dat ik dit niet moet doen. Ja, het is vervelend voor je, maar ik doe lekker wat ik zelf wil. Dus. Nou, ik had 3 foto's op Canvas besteld. Ze zijn net binnengekomen. Ik ga ze even uitpakken en laat ik ze aan jullie zien. Wat ik er nou bij zeg, ja. Het was een gratis foto. Je hoefde alleen een verzendkost te betalen van 7 euro, was het volgens mij. Ik zet de code erbij, zodat jullie het ook kunnen doen. Ik weet niet of die nog, hoe noem je dat, geldig is. Maar je kan het maar proberen. Superleuk. We zijn alweer. Shut up, man. We zijn alweer even verder. Zo. Mijn hoofd is lang. Maar goed. Je zegt, maar toch voor jou voor deze lange hoofd. Dus shut up. Dan wat doe je hier nog dan? Goed. Ik weet glad niet meer hoe en wat allemaal, maar goed. Zoals ik al zei, ik ben gewoon heel erg chaotisch. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Volgens mij is het echt over 3 dagen verdeeld. Ah, godver! Echt smerig hoor. Oh. Ik kom met zijn vieze natte vinger in mijn oor. Echt smerig. Hij zit de PlayStation. Mijn schoonmoeder die is beneden met Jair. En Evie zit even op de tablet. Die gaat zo lekker naar bed. Pardon. En dat was het eigenlijk. Dus bij deze sluit ik de vlog van deze week weer af. En tot de volgende.